ik ben Liet en ik ben educatief medewerker op het GROM, het Groentemuseum in Sint-Katelijne-Waver. Ik ben zelf afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs, middelbaar onderwijs en als brood- en banketbakker. En hier kan ik eigenlijk mijn drie studies combineren in één job. Wat vind ik zo leuk aan mijn job? Eerst en vooral dat er zoveel variatie is. De ene dag sta ik in de keuken, de andere dag werk ik educatief materiaal uit. Nog een andere dag ben ik meer in de tuin. Dus die afwisseling vind ik heel erg fijn. Waarom is dit museum zo belangrijk? Omdat we merken dat er heel veel kinderen, maar ook jongeren en volwassenen, niet zo veel meer buiten spelen. En omdat ze vaak ook niet meer weten waar hun voedsel vandaan komt, hoe dat de bloemkool groeit, waarom dat die wit ziet enzovoort. En wij hier in het museum leggen eigenlijk uit welke weg dat voedsel eigenlijk aflegt tot op je bord. Dat brengt soms wel heel wat grappige momentjes met zich mee, want tijdens de rondleiding worden er ook vragen gesteld. En zo bleek onze Mechelse koekoek plots een kalkoen te zijn. Mijn gouden tip voor starters in de erfgoedsector is om de eerste dagen eigenlijk zelf als toerist op bezoek te gaan in je museum of op de plek waar je werkt. Om zo ja, je werkplek op een hele andere manier te leren bekijken en te zien wat je bezoekers eigenlijk verwachten of waar dat er nog dingen kunnen veranderen of verbeteren. Dat heb ik gedaan toen ik hier voor het eerst van start ging.